het hebben over BN'ers en dat ze als een voorbeeldfunctie worden gezien. Wat vinden jullie daarvan? Vind je dat terecht of onterecht? Laten we bij de guys beginnen. Wat vinden jullie daarvan? Jus mag beginnen, maar ik heb hier mijn mening over. En ik weet dat iedereen hier... Ik bedoel... Kijk, dat hoort ook bij waarom ze als een voorbeeldfunctie worden gezien. Nou ja, ze zijn heel vaak te zien op tv, zoals je ziet. En als kinderen jou zien iets doen en je maakt muziek wat ze leuk vinden, of je presenteert een show wat ze leuk vinden, of je voetbalt en ze zijn fan van voetballen, dan kan je ook dingen doen net als wat jij doet, want je wil hetzelfde zijn als een helden. Dus het is logisch dat dat zo is. Maar ik bedoel, een voorbeeldfunctie kan ook je ouder zijn, vind ik per se. Dus het hoeft niet per se een BN'er te zijn, vind ik persoonlijk. Het kan ook je broer die geweldige dingen doet. Of je vriend die echt goede dingen doet, waar je denkt, ja, ik wil ook op dezelfde manier dingen gaan doen. Dus het hoeft niet per se een BN'er te zijn, vind ik persoonlijk. Ja. Maar ik snap het wel dat BN'ers worden gezien als een voorbeeldfunctie. Ja. En dat is het, om terug te vallen op het andere onderwerp waar we het over hadden. Ik denk dat je dan daardoor ook... je legt druk op bijvoorbeeld BN'ers of artiesten, waardoor ze inderdaad misschien in een depressie komen omdat ze sommige dingen gewoon niet kunnen waarmaken, maar wat mensen van hun verwachten. Dus ik vind niet dat je artiesten of BN'ers als een voorbeeldfunctie moet nemen, vind ik zelf. Dat is wel heel sterk, moet ik zeggen, want kijk, weet je waarom? Want kijk, mijn probleem met die hele voorbeeldfunctie is het volgende, snap je? Want afgelopen week hebben we ook gezien wat met Boef is gebeurd, zeg maar, toen hij die vrouw de cash noemde. Ja, cash ging noemen en zo. En de hele industrie ging tegen hem op. Als je dat uitlegt, toen jullie uitleggen wat cash betekent. Ik denk, ja, het is zo heel veel over gesproken de afgelopen periode. Ik denk dat veel mensen het weten. Maar goed, er zou iemand zijn die naar ons kijkt die het niet echt weet. Dus cash betekent in ieder geval hoer, als het goed is. Naar mij begrepen, toch? Ja, toch? Maar kijk, ik vind gewoon de hele boycott onzin gewoon eigenlijk niet nodig, weet je. Het is gewoon opgeblazen, want uiteindelijk, het is Boef, snap je? Boef gebruikt zulke woorden nou eenmaal, snap je? Het is niet terecht wat hij deed. Nee, maar weet je wat het is? Het is meer, wat erbij komt kijken is dat hij ook een Snapchat maakte toen hij met twee meisjes of zo zat. Mm-hmm. En hij kreeg een lift en dat die meisjes ook iets over die meisjes zeiden van ja, ze brengen mij, ik weet niet. Kijk, voor duidelijkheid, ik vind die actie van hem sowieso verkeerd. Ja, en dat maakt het juist erg, tuurlijk, rappers die zeggen nou eenmaal dingen van bitches en dit en dat. Oké, prima, maar omdat hij het echt persoonlijk, hij richtte het echt persoonlijk op twee meisjes en hij praatte er echt heel persoonlijk over. En dat is wat en juist omdat hij hem... Juist heb ik geholpen om hem een lief te geven aan Eugene, wanneer hij zelf een pek had onderweg. Mm. Want die meiden kon hem ook daar laten. Maar deze help je juist om thuis te brengen, dan zeg je nog iets slechter over hem. Ja. Maar daar niet over. In het algemeen kon het hele seksisme gebeuren wat rappers doen. Natuurlijk, het is niet goed. Mm. Maar ik vind wel, wanneer iets gedaan wordt, moet niet één persoon alleen die dan keihard verpakt wordt. Er moet dan echt een lijn worden getrokken voor iedereen. Dus zelf direct voor iedereen. Dus als Boef het zou doen, hij moet op dezelfde manier gestraafd worden, net als hoe zou ik aan het Lil Kleine bijvoorbeeld het zou doen. Yeah. Maar het moet niet zo zijn dat Boef veel meer problemen krijgt dan Lil Kleine, vind ik persoonlijk. Maar denken jullie dat ook? Anita wil iets zeggen, denk ik. Maar ik denk ook sowieso wat Boef heeft gedaan, het kan niet, maar jullie moeten niet vergeten hoe hebben de meiden zich gedragen in de auto. Jullie zaten er niet in. Misschien hebben hun zich ook misdragen, waardoor hij dus dacht van, hun zijn eigenlijk wel hoerend. Dus dat hij dat gezegd had, weet je wel. Ja. Een jongen zou nooit zomaar zoiets zeggen, tenzij die meid diegene een reden heeft gegeven om zo te zeggen. Dus ik vind niet dat Boef, dat alle schuld op Boef moet gezet worden. En dat die meiden waarschijnlijk iets gedaan hebben waardoor hij dacht van, deze meiden... Nee, maar weet je wat het is? Ik snap wat je bedoelt. We zijn er niet bij geweest. Maar hij is en blijft, wat we net zeiden, ook een voorbeeldfunctie. Dus als jij zoiets doet... Er zijn heel veel jongere jongens die hem volgen en hem ook als een voorbeeldfunctie zien. Dus die gaan dan automatisch ook misschien zo denken of zo doen tegenover meisjes. Maar dat is mijn probleem met de hele situatie. Weet je waarom? Want het is Boef. Zulke commentaar is het wel te verwachten, weet je wel, dat hij zo'n fout zou maken. Want dat hoort ook vaak in zijn tekst en zo. Ja. Maar daar gaat het niet om eigenlijk. Wat mij omgaat is gewoon zeg maar, dat mensen worden zo geboycott. Hij zat verkeerd.
Oké, probeer ze weer te praten. Ja, zo zat. Nee, maar kijk, ik ben eerlijk gezegd, hij was sowieso verkeerd, sowieso, snap je? Maar de hele boycott, ik denk van, het is een mens, hij zal uiteindelijk een fout maken, snap je? En hij gaat ook hiervan leren. Klopt. Dus ik zou zeggen van, in plaats om hem zo te boycotten, moet je hem gewoon aanpakken op een respectvolle manier en zeggen van, je was gewoon verkeerd bezig, snap je? Maar niet hele boycott gedoe vond ik gewoon, ja, niet nodig eerlijk gezegd. Mm. Nee, ik vond met name dat de hele politiek daarmee ging mee mooi, vond ik een beetje overdreven, ja, om eerlijk te zeggen. Want klopt. Ik bedoel, als we echt over dat soort dingen willen gaan doen, nogmaals, zoals ik zei, we moeten op één lijn trekken. Niet zeggen wanneer ik boef dat zeg, dan iedereen ineens iets over zeggen. Dat maakt natuurlijk, dat is de reden waarom iedereen die vrij heeft om te zeggen wat hij of zij vindt. Ja. Ja. Maar de politiek, ik bedoel, je hebt een land om te regeren. Ga alsjeblieft de land regeren. Kan je niet meer mooi over wat boef te zeggen heeft. Nee, je hebt echt veel belangrijke dingen te doen dan de mening van boef, of boef die mensen een cash of kek, ik weet niet hoe ze dat woord echt cash. Cash money. Snap je? Ik snap nog die radiostations, die denken, ja goed, ik stap me hier niet in, dus ik kan niet meer de muziek van boef spelen. Oké, okay, dat snap ik nog wel. Precies. Maar politiek, ja, kom, ga even alsjeblieft mee. We moeten wel bij het onderwerp blijven, dus voorbeeldfunctie, terecht of niet, dat BN'ers zeg maar, die voorbeeldfunctie krijgen. Mijn mening daarover is, ik snap het wel dat ze die voorbeeldfunctie hebben, snap je? Maar ik vind dat je ook als ouder zijnde, dat je je kinderen moet aanleren van, hey, er zijn sowieso genoeg mensen om je heen lopen, ja? En het is aan jou de taak als kind, vind ik, om jou tussen de goed en de slecht te filteren, zeg maar, in wat je in degene ziet die je als voorbeeld, wil gebruiken, zeg maar, snap je? Ik vind dat je als kind, jij moet gewoon die beslissing kunnen maken van, oké, okay, bijvoorbeeld iemand als boef, ik zeg maar, is een goede voorbeeld voor mij. Weet je waarom? Het is iemand die gewoon van niks is begonnen. En hij is gewoon miljonair, weet je. Hij heeft zijn leven gewoon omgedraaid. Hij is ook voor heel veel mensen. Dus dat is ook een goede voorbeeld voor mij, naar mijn mening, snap je? Natuurlijk doet hij wel van die foute dingen, van die slechte dingen, klopt. Maar als je kan ook op een andere manier kijken, snap je? En ik vind dat een mens dat ook moet kunnen. En ik vind dat ook als ouder, moet je dat je kind moet kunnen aanleren, vind ik. Dat is gewoon mijn hele mening daarover, snap je? Dus, ja, ik weet niet. Ik ben daarmee eens. Ik vind ook dat ouders in eerste instantie zijn verantwoordelijk om je kinderen precies sowieso het verschil tussen goed en kwaad of slechte dingen, goede dingen te laten zien. Dus sowieso moeten ouders als eerste worden gezien als een voorbeeldfunctie. Ja, naast dat ze artiesten of andere mensen binnen. Tenzij je fokt op ouders hebt. Ja, dat wou ik niet zeggen. Maar stel je voor, dan heb je ook kinderen die bijvoorbeeld geen ouders hebben precies, of ouders hebben. Ja, dan krijg je dat. Denk gewoon dat je jezelf als voorbeeld moet nemen, gewoon, want uiteindelijk staat niemand boven de ander. Klopt. Dus ik geloof sowieso niet in de voorbeeldfunctie. Dan zou ik denken, mijn geloof is dan mijn voorbeeldfunctie of zo. Maar een persoon echt als voorbeeldfunctie te noemen. Iedereen maakt fouten, iedereen doet dingen, iedereen is gestoord, iedereen is schijnheilig. Dus voorbeeldfuncties in mijn ogen vind ik eigenlijk onzin. Ja. Je kan iemand als voorbeeldfunctie noemen om zijn ambities of wat dan ook, maar niet om zijn persoonlijke dingen en dat soort dingen. Anders ben je zelf ook zwak. Maar het probleem is dit, kijk, we hebben nou te maken met kinderen die artiesten zeg maar als voorbeeld nemen, weet je. Dat is het probleem, want de kinderen zijn op zoek naar zichzelf, snap je. En de meeste mensen gaan zeggen van, maar die kinderen weten niet beter, ze zijn op zoek naar zichzelf. Maar klopt. Ik vind dat je daar, kijk, je geeft het aan, ze kennen zichzelf niet, ze zijn op zoek naar naar zichzelf, snap je. Ik vind dat je juist daardoor jouw kind moet aanleren van, omdat je jezelf nog niet kent, ga je alles wat je om je heen ziet makkelijk ook in je leven toepassen. Want je kent jezelf niet, snap je? Ja, ja. Daarom vind ik dat als je ouder juist op dat moment moet instappen van, let maar op, je bent op zoek naar jezelf, je kent jezelf nog niet, snap je? En ik snap dat je heel veel voorbeelden om je heen hebt, maar probeer ook jezelf erin te vinden. Je blijft dicht bij jezelf, snap je? Ja, juist. Ik bedoel, als ouders leer je kind wat goed en slecht is, snap je? Dus leer hem ook om dat ook toe te passen op de wereld, snap je? En gewoon zichzelf te blijven, snap je? Zo zou ik zeggen, eerlijk gezegd. I feel you. Is moeilijk uit te leggen, maar I feel you. Dat is goed. Dat is goed on the point. Ja. Yeah.